mag vandaag weer op bezoek bij de nieuwe hotspot hier in Tilburg, namelijk de Harmonie. Ze hebben flink verbouwd de afgelopen maanden, dus ik ben heel benieuwd. En niet alleen naar de binnenkant, maar ook naar de menukaart. Dus kom gauw mee. Dankjewel. Lucas, chef, eigenaar van de Harmonie. Yes. Ik kijk nu al mijn ogen uit. Wat is hier allemaal gebeurd de afgelopen maanden? Veel. Wij hebben flink verbouwd en alles op de schop gegooid en alles was eerst wit en nu hebben wij heel veel kleuren, pracht en praal, een beetje groen, lekker behang en een hele mooie horecazaak. Lucas, neem me mee, want ik kan niet wachten. Nou, top. Je loopt net binnen bij de foyer lobby. Mm-hmm. Hier hebben wij wat mooie Chesterfields, lage stoelen. Hier kun je gewoon lekker een kopje koffie doen, maar ook gewoon lekker lunchen als je wilt. Maar hier is het een beetje ontspannen, krantje lezen. Hier zie je aan deze kant zie je een mooie vitrine. Die is gemaakt door het Kessels Muziekinstrumentenmuseum, wat later dit jaar open gaat. Dan hebben we hier het restaurant. Hier kun je lekker plaatsnemen, lekker lunchen. Alleen een kopje koffie mag ook. Of een lekkere cocktail, glaasje wijn op het einde van de dag. Ja, de James Bond Bar. Zo wilde ik hem noemen. En ik denk dat dat ook wel gelukt is. Dus ja, prachtige bar, mooie stoelen. Dus wil je gewoon een lekkere cocktail of een lekker wijntje aan de bar nemen, pak die kruk, zet die billen op die rode kussentjes en geniet. Nou, we hebben hier natuurlijk oesters, dus we hebben veel klassieke gerechten. Bouillabaisse staat er bijvoorbeeld nu op, tataki. Dus ja, het is een combinatie van oude klassieke gerechten. Sommige hebben in een nieuw jasje gestoken. Ja, op onze manier. Dus, ik krijg er helemaal honger van. Nou. Moeten we maar eens gaan eten dan. Een plaatje. Bijna zonde om op te eten, maar ik ga het wel doen. Het klopt gewoon. Ik weet niet wat ik anders over moet zeggen. Het is zalig. Ik zou het eigenlijk iedereen aanraden om zelf te gaan proberen. Ja. Dit is ook echt heel erg lekker. Dat is een feestje. Echt waar. Dit is de Beethoven. Een losse vergaderzaal die we achter in de zaak hebben zitten. Deze is bedoeld om besloten te verhuren. Dus wil je vergaderen? Dus we hebben een mooie beamer, geluidssysteem. Dus kun je gewoon je laptop op aansluiten. Heb je een kleine borrel, zet een paar staantafels neer, muziekje aan en feesten maar. Private dining, dus je wil met een groepje of 20 man hier lekker dineren. Dan is die daar ook uitermate geschikt voor. Dus we zijn heel trots op deze ruimte. Eigenlijk is niks te gek. Dus als je hier gaat trouwen, dan willen we jou van top tot teen, van A tot Z in de watten leggen. Heb je een congres of een vergadering, niks kan niet, zeg maar. Wij staan open om alles aan te passen. Wij leveren maatwerk en daar willen wij graag in excelleren. Ja. Nou, en van wat ik vandaag heb geproefd voor iedereen die nog niet is overtuigd, ga vooral zelf ervaren, proeven. Want wat mij betreft, ik vond het te gek. Ja.